Daan, waar gaan we heen? We gaan naar een, we denken een verlaten huis, hè? Maar we weten het nog niet zeker. Kijk, hier staat dat huisje. Maar het is echt zo verschrikkelijk weggestopt. Als je er niet op let, dan loop je er zo langs. Overal waar je hier rondloopt in het stukje, zie je gewoon allemaal nog stukken van schuur en stukken van huis en stukken van gebruiksvoorwerp. Gaaf, hè? Dit is het dak. En het lijkt heel laag, dit dak. Het is ook helemaal ingezakt. Maar de grond hier naast het schuurtje is gewoon heel hoog. Dus het schuurtje lijkt wel voor de helft onder de grond te staan. Kijk, we zijn aangekomen bij het... Ja, het is een soort boerderijhuisje. Het is een soort schuur. Het is echt helemaal verlaten. Ja, we gaan naar beneden, maar ik ga eerst zelf even, want ik weet niet hoe diep dit is. Oh, ik wel. Niet diep. Is het niet diep? Nee, maar je kan wel je enkels verswikken. Oh, ja? Goed uitkijken voor de spijkers. Goed zo. We moeten even kijken of we iets kunnen vinden wat heel oud is. Hier, de scheuren zitten erin. Je kan gewoon naar buiten kijken door de scheuren. Moet je kijken, Daan. Je kan hier gewoon naar buiten kijken. Ik zag er net nog eentje ingaan, hè? Dus het is niet een verlaten. Kijk, daar gaat er een uit. Oeh, laten we ze maar niet bang maken. Of boos, want dan komen ze achter ons aan en wij kunnen niet zo snel weg hier. Omdat het ene gebouw misschien een beetje saai was, hebben we een tweede gebouw gevonden. Dit is een oude winkel. Wat zeg je? Wat zeg je allemaal? En nog zoiets. Want weet je wat 666 betekent? Nee. Dat is het nummer van, ja, dat is het nummer van de duivel. Dat is niet echt, want dat hebben natuurlijk mensen gedaan. Kijken. We gaan kijken of we naar binnen kunnen. Dat lijkt me wel spannend. We gaan kijken of we naar binnen kunnen. Dit is een verlaten winkel. Vroeger heeft hier een supermarkt in gezeten, maar dat is wel heel, heel lang geleden. Het zal wel een hele uitdaging worden, want het zijn stevige muren. Maar we gaan kijken of we ergens naar binnen kunnen. Kijk hier. Kunnen we hier naar binnen? Kijken of ik het in kan trappen. Nee, dat lukt niet. Ik heb een mogelijke ingang gevonden, maar die is wel heel klein, want ik ben geen twee steentjes dik. Maar als ik een beetje naar binnen kruip, ja, dan wordt het wel donker, maar misschien dat er aan de overkant van de deur, dat we daar naar binnen kunnen. We gaan even daar proberen. Daniel! Daniel! We zijn binnen! Ja, ik zie het. Go away, dat betekent ga weg. Oh man, wat zie je hier allemaal? Allemaal spulletjes. Wat een bende. Oh. Door dat gat keken we net naar binnen, ja. Wacht. Daar keken we naar binnen. Kijk, een oude poststoel. Wacht. Nee. Zo. Ik weet niet precies, ik moet ook wel heel voorzichtig lopen en even kijken. Oh, het is nog veel groter hier, Daniel. Daniel vindt het een beetje eng, want hij vindt het een beetje donker hier. Hoor. Het is alleen hier even donker. Kijk, zie je dat? Hier is zo'nzelfde ruimte.
Ik vind het heel knap van je dat je met me meegaat. Kijk eens. Kijk, en dan kon je zo hier via het raampje kon je de winkel in kijken. Dan kon je zien wat er gebeurde in de winkel. Weet je wat dit is? Dit is kool. Je weet toch dat wij af en toe blokken kopen voor in de open haard? Dat is dit ook, alleen dan van vroeger. Dit is kool. Dat is zielig. Er is vast een kindje nu zijn knuffel kwijt. Dat is niet leuk, hè? Kijk, er liggen hier allemaal hele vreemde zakjes met allemaal heel raar spul erin.